Welkom in het Stedelijk. Hier, op deze plek in Amsterdam, kun je al sinds 1895 terecht om naar kunst te kijken. Na de officiële opening verspreidden de genodigden zich door de zalen. Het Stedelijk heeft een geschiedenis van verandering en vernieuwing. Hier is kunst spelen en verwondering. Hier is kunst de vuile was buiten hangen. Hier is kunst van een glijbaan afroetje. Hier is kunst strakke lijnen, maar ook buiten de lijntjes. Hier is kunst lelijk, kitsch, raar, zacht, vies, lief, mooi, onbegrijpelijk, ontroerend, bizar of prachtig. Hier kun je eindeloos kunst blijven kijken. En de sfeer is? De sfeer is goed. Een museum zonder bezoekers is nog geen museum. En een kunstwerk zonder kijker is nog geen kunstwerk. Ik geloof er heilig in dat een kunstwerk pas een kunstwerk wordt als er naar gekeken wordt en als er een communicatie plaatsvindt. En hoe doe je dat dan? Kunst kijken? Dit is echt mijn quote van het jaar. Dat ik altijd zeg dat je kunst niet direct hoeft te begrijpen. Het is een beetje hetzelfde als dat je wijn gaat proeven. En met wijn proeven kun je het heel lekker vinden, maar je hoeft niet te weten of het op eikenhout gerijpt is of wat er allemaal in zit. Maar je kan er dan alsnog van genieten. En als je het wil begrijpen, dan lees je er iets over of je kijkt een filmpje of je vraagt het. Maar het hoeft allemaal niet. Je mag hier eigenlijk alles. Alle medewerkers van het museum hebben wel een favoriet kunstwerk waar ze graag naar kijken. En sommigen heel graag. Het is een fascinerend werk, vind ik, omdat het maakt geen gebruik van felle kleuren of rare vormen. Het ziet er heel simpel uit. En toch, ja, het blijft je boeien, het blijft je trekken. Hoe zit het dan in elkaar? Wat heb je gedaan? Op zoek naar de logica van het ding. En dat vind je niet. Met het meeste werk trouwens van mijn leven. Het ziet er allemaal heel simpel uit en het is ongelooflijk complex. Bezoekers vragen wel vaak aan een beveiliger iets met het gezicht van dat weet je toch niet. En dan is het altijd heel verrassend als je dan bijna de hele collectie uit je hoofd kent. Dat vinden de mensen toch heel spannend altijd. Je hoort het. Voel je vrij om vragen te stellen aan alle collega's die hier rondlopen. Bijvoorbeeld aan conservator Amanda over vormgeving. Vormgeving is heel erg leuk om naar te kijken, omdat het eigenlijk heel erg herkenbaar is voor mensen. Vormgeving is overal om je heen, als je thuis bent, maar ook op straat. Maar als je nu in het museum bent, dan krijgt het eigenlijk een hele andere context. En kan je veel meer de verborgen verhalen achter objecten ontdekken. In het museum werken ook jongeren, onze blikopeners. Die hun eigen kijk hebben op de collectie en hun eigen favorieten hebben. Ja, er is dus een typemachine. Het is een Valentin typemachine. Het is een van de eerste meeneembare. En ik vind het gewoon interessant dat een object wat bijvoorbeeld mijn ma had in de jaren 80, gewoon nu in een museum staat. Het is heel interessant hoe functie en vorm op die manier samengaan. Dat vind ik echt interessant aan dat werk. Wij als blikopeners zijn niet bang om te zeggen, oh, wat is dit? Waarom ziet dit er zo lelijk uit? Oh, dit is wel echt heel mooi, dus we durven een beetje alles te zeggen. Rijn, heb jij daar nog iets aan toe te voegen? Het Stedelijk is een plek waar je telkens weer verrast wordt. En zo moet het ook zijn, denk ik. Tijd om zelf te gaan kijken en je te laten verrassen. Welkom in het Stedelijk.